Yo iedereen, van harte welkom op mijn YouTube kanaal en welkom terug bij de Let's Play van Assassin's Creed Odyssey nummer 122. Het is DLC 2, episode 3, we staan in Atlantis en we gaan in de nacht verder met de story van deze uitbreiding. Net voordat ik deze opname aanzette, toen hoorde ik opeens een gesprek tussen Layla, dat is die chick uit het heden, Layla of Layla, en Alethea. Alleen ik was net te laat met mijn opname aan te zetten, maar dat was een soort gesprek tussen hun. Alleen ik vind het een beetje vreemd dat Alexios dat in deze tijd kan horen, zeg maar, buiten de simulatie. Maar goed, misschien gaat dat nog een staartje krijgen, we zien het wel. Van harte welkom in ieder geval bij een nieuwe aflevering van deze serie, deze Let's Play. We gaan naar een nieuwe missie toe, een nieuwe quest op mijn map, op mijn markering. En ik hoop dat jullie er zin in hebben. Zo ja, laat die blauwe duim achter. Dat helpt mijn serie, mijn kanaal. En de video natuurlijk. En wat je ten alle tijde kan doen is mij extra supporten. Door een Danadan kanaallid te worden. Meer info daarover vind je in de videobeschrijving. Ik hoop dat jullie er zin in hebben jongens. Ik wel. Ik kom net thuis van een avondje chillen. Biertje gedaan met wat vrienden. Dus als jullie mij een paar keer horen verspreken, dan weten jullie waarom dat is. En verder ga ik gewoon deze DLC induiken, Atlantis verkennen en genieten van het verhaal. Ik heb er zin in, guys. Ah, dat touw hangt precies voor mij. Maar het leidt me wel naar de verkeerde kant. The andere kant. Hey, mijn band. Ja, ja. Ja, ja. Zelfs in Atlantis. Wat me opvalt is dat deze mensen zo absurd groot zijn in deze wereld. In elke simulatie hoort het nu toe. Persephone was gigantisch, Hermes was gigantisch, Hecate was gigantisch, maar goed, dat waren goden. Oh, zingen? Nieuwe missie jongens. De missie heet In Dromen. Before she kills again. Oh yo. Nou, ik kom aan, ik vermoord meteen twee mensen, joh. Want to tell me what that was all about? No. I'll be fine. The Castis! You can make this all go away. My name is Lyra, and you're... You! You've helped so many people. You're amazing and wonderful and powerful and... And you're here! Thanks? Thank you. That's nice of you. You deserve all the praise and more. They called you a murderer. You don't seem the type, but as the Castis, I have to be sure. They're sure I'm responsible for what happened to that poor family. They said it's like the other murders, but I couldn't live with myself, I swear! Please! Please clear my name. Where were you when the family was murdered? If it happened last night like they said, I was here trying to sleep. Although lately it's been restless, filled with strange dreams. It's always the same one, over and over. Were you alone? Well, yes. I've been so tired lately, I decided to stay in. You said something about other murders. This was the third time. I just don't understand why they'd blame me. I don't have the stomach to do that. I'll find out what really happened. Just point me in the direction of the attack. Just down the road. Not too far from here. If I were you, I'd hide until I return. Oh, good idea. Thank you. You truly are a great de Castis. Thanks, ik ben net aangekomen. Ik ben nu al goed. Is Lyra schuldig aan moord? Jongens, we gaan opeens een stukje... L.A. Noire in Assassin's Creed Odyssey spelen. Zij vlucht. Ik ben wel benieuwd waar ze naartoe vlucht eigenlijk. Waar zal ze naartoe gaan? Want ik heb namelijk een markering op 200 meter, maar ze sprint er volop af. Nou, sprinten. Ik weet niet wat dit voor loopje is, maar ze gooit ook iedereen aan de kant. Dat kind. Oh.
Ik ben al benieuwd waar ze naartoe gaat ook. Nee, we moeten een moord gaan onderzoeken om te kijken of zij überhaupt een alibi heeft. Hé, hoi. Ja, staat opeens eventjes een panter, een tijger. Oh, die heb een jacht gemaakt op Lyra. Wat? Staat Phobos hier? Huh? Heb ik Phobos hier achtergelaten? Want zij is gewoon daar naartoe gesprint, hier. Dus wanneer is dit? Please find out what happened. I'm not a murderer, I know it. Zij gaat daar staan, oké. Okay. Ik ga het uitzoeken. Ik ben benieuwd. Waarom sprint iedereen in deze stad? Maybe someone around here saw what happened last night. Ah, the great Ligastis. What did I do to deserve a visit? I'm looking into the attack that happened nearby last night. Ah, of course. I thought that was meant to be handled already. You mean the mob harassing that woman? I've said enough. Ooh. I'm the Ligastis, remember? Trust me, people who don't tell me what I want to know end up regretting their silence. You've already met the guilty one. Lyra? You agree with the mob? Of course I do. I'm the one who told them it was her. I saw her last night, bloody and in a frenzy. It was dark. How do you know it was her? I know what I saw. Hij heeft het doorverteld aan de hele bende? En hij staat op zijn strepen. Hij weet wat er gezien is. Is this about what happened last night? How do you know? It's all everyone's talking about. And if the Ligastis is here, you must be looking into it. If you saw or heard anything, I need to know. I saw it from the distance. Heard it too. Its howl will never leave my mind. You saw a wolf? Beast is more like it. If you see it, run. I'll be careful. Waarom praat zij nou weer over een beest, jongens? Zitten we nu in de Elder Scrolls, waarbij Lyra opeens een secret werewolf blijkt te zijn? These footprints track the blood out of the house. Whoever murdered them left this way. Van heel breed begrip, hè, die kant op. These aren't stab wounds. They're claw marks. Is Lyra toch een beest? This bloody cloth doesn't match the mother or daughter's robes. It must have come off the murderer. I should return to Lyra and let her know what I found. A murderer. Wat doen deze guards hier? Ik stoor me aan ze. Ik wil ze killen. Nou ja, Lyra staat om het hoekje. Dat hebben we al gezien. Claw marks. Het is nu een beetje scenariootje The Witcher, The Elder Scrolls. Vinden jullie ook niet? Well, did you find out what happened? The evidence I found was conflicting. Tell me. Two people saw what happened. One woman heard a wolf howling. But a man said he saw you, covered in blood, and leaving the family's house. He's lying! Or mistaken. It was dark, so it could have been anyone. There's more. The killing blows weren't made by a weapon. Then by what? It almost looked like claw marks. And then there was this piece of cloth. It didn't match the clothes of anyone there. That's mine! How did it get there? Someone wants me to look like I was responsible. Tell me the truth, Ligastis. Tell me the truth? Whether it was a wolf or something else, it's clear it wasn't you. Of course it wasn't, but why would someone make it seem like I'm the murderer? We'll figure that out together, after I kill the beast. You're going to kill it? What other choice is there? Do you want another mob after you? No, of course not. I've just always hated the killing of animals. If I don't kill it now, it will kill someone later. I have a friend who can keep me safe while you end this. I need to find the beast and kill it before it grows bloodthirsty again.
Sorry, de quest heet Indromen. Lyra wordt verdacht. Vervolgens kom ik erachter dat er klauwen zijn aangetroffen. In ieder geval sporen van klauwen. En krijg ik zomaar, zonder enige reden, een locatie van een beest. Vind ik een beetje gek. Hoezo weet ik opeens dat er op 100 meter een beest is? De tuinen van Polyrophos. Er is echt een beest. Wat? Kijk rechtsbovenin. Kijk hoe het beest heet. Wolf? PO.HYB.54.304. Lijkt wel een soort animus glitch of code of zo, hè? Huh? Dit is wel een beetje gek. Hier zijn nog meer slachtoffers. Beest gaat ook net liggen. Beest snapt er ook helemaal niks van. Krijgt pijlen in zijn koppie. Inderdaad. Malaka. Lyra. Me? What am I? I've seen this before. A minotaur, a cyclops, a gorgon. All were humans possessed by powerful Isu devices. The only way I could stop them was by killing them. But you're able to change back. Somehow, you're different. I don't remember coming here. Or why? If I had to guess, that side of you knew it was caught. Maybe it thought coming out here was the only choice it had. That side of me. I've had dreams lately of being in a bright room, tied down, pain throughout my body. But now, I think that all really happened. I did kill them then. I don't remember it, but it was me, wasn't it? Wat? Kijk naar boven. If you knew you would harm people again, and you could never control yourself, never stop, would you? Would I what? Jump? Of course I wouldn't. There are always answers. How could that be? It feels so permanent. It's only one part of you. It's not all of you. I know what it's like to be part human and part something else. Trust me, you can live with this burden. I'm not as strong as you are. Look at yourself. Yes, you are. You're stronger than you think. Plus, I've been thrown off a cliff before. I wouldn't recommend it. But you're still here. I am. And you are too. You're right. Now that I know what's inside of me, I can do something about it. And I know who can help. Thank you.
Oké, ik heb al die tijd in de background gedacht dat daar iemand stond. En dat was blijkbaar een standbeeld, jongens. Dat was een standbeeld. Maar dat eventjes daar gelaten. Issue technology hoor. Can and will change whoever isn't strong enough to command it. That explains your own aggression, Layla. I'm still me. I'm not as weak as you think I am. Dat gebeurde dus net ook voor de opname, een kwartiertje terug. Dat soort gesprekjes tussen Alethea en Layla. Maar dit soort dingen gebeuren dus in Atlantis. Door ontzettend krachtige ISU-technologie veranderen mensen die er niet sterk genoeg voor zijn. Wel vreemd hoor. Staat hier een andere quest klaar, jongens. En de quest is bloed gaat in je ogen zitten. We gaan erop af. Ik ben benieuwd. Oké, jongens, de volgende quest staat voor ons klaar. En eigenlijk merk ik dat hoe meer missies wij afronden in de wereld van Atlantis, hoe meer er ook weer op de kaart verschijnen. Dus het heeft eigenlijk geen verband met elkaar. Het zijn allemaal losstaande missies en uitroeptekens in de wereld van K3. Nee. Hey, ik zie iets op de kaart wat interessant lijkt. Waar ben ik? Hier, ik sta zelf hier. Ik zie hier niks op de map zoals je ziet. Helemaal niks. En toch, als ik op de kaart bovenin kijk, zie ik een driehoek. Zie je dat? Een driehoek die waarschijnlijk van die macht voor ons heeft. Inzichten van de bewaarder, denk ik. Dus ik ga deze quest even oppakken. Ik zie trouwens wie het is. Het is een bekende. Het is onze geit uit de vorige aflevering. Nee, daarna wil ik even naar die driehoek toe. Now that I have the ISU device forged, we need to move quickly. You distract Atlas while I sneak into his private chambers. More sneaking. After Poseidon outlawed human experiments, Atlas confiscated a device and kept it. That device theoretically could add a third helix to my DNA. I've seen what these ISU devices can do. It's not pretty. The science is sound. And I've even found evidence of tests being done on humans that looked promising. In previous cycles, of course, before Poseidon outlawed experimentation. Last I checked, he seemed pretty power-hungry. I don't think he wants to share his throne. Behind every great man is a great woman. I can make Atlas see that, Dicastis. I'm not sure a good Dicastis goes behind the back of an Atlantean Archon. I've been preparing for this my entire life. Don't worry. Just keep Atlas talking while I'm in his chambers. I don't think we have anything in common. What are we supposed to talk about? The weather? Atlas is a jealous lover, and he's already threatened by your role as the Castis. Why not play to that advantage? Whatever you do, don't mention my plans. Great! This will do wonders for our relationship. Everyone knows it's lonely at the top, the Castis. Let's go. Ik vind het niet chill, man. Ik ga hem ook eerst even opslaan. Voordat ik er naartoe ga. Nadat ze een ISU-apparaat hadden gemaakt van de ruwe adamant, gingen Elpis, ik denk steeds aan pis, ik weet niet waarom, Elpis en Alexios naar de Doma van Atlas. Hier wilde Elpis haar genetische opmaak veranderen met behulp van technologie die Atlas had geconfiskeerd. Maar die taak bleek moeilijker dan gedacht. Dat lijkt mij ook. Ik denk namelijk dat zij iets heel graag wil en zodra we de ISU-technologie gebruiken, dat ze misschien wel gewond raakt of doodgaat. Once I impart ISU DNA into my body, I should be able to use the device without side effects. It's the should that worries me. Remember, whatever you do, don't reveal my political plans to Atlas. Ja, dit gaat niet goed, man. Kom, we gaan zullen zwemmen? Ik ben benieuwd, ga je mee zwemmen? Kom. Kom, gaan we zwemmen. Oh, pas als ik weer aan land ben, dan denkt ze, oh, ik moet rennen. Nee, dit gaat niet goed komen, jongens. Maar ze zien ons toch ook samen binnenkomen. Wat is dit nou? I could trick Atlas into thinking you and I are closer than we are. Are we not close? What's there to trick? You know what I mean. Yes. Making Atlas envious would certainly be a good distraction.
Elpis? What are you doing here? With him, no less. The Castis and I were just taking a stroll, and I remembered I left a book on Atlantean cyclical history here. He'd like to borrow it. Do you mind if I fetch it? No. Do you need me to help you look for it? No. You two stay here. I'm sure you have much to discuss. Elpis wouldn't have anything to do with why you were sneaking around the Adamant Metallon, would she? I don't know what you're talking about. I'm sure by now Elpis has told you about the nature of our relationship. She's hardly as discreet as I'd like her to be. What business do you have with her? What? Is Elpis not allowed to have friends? Of course she can have friends. But I suspect there's more going on here. You have nothing to worry about, Atlas. I have no schemes against you. Maybe you don't play games, but Elpis lives for them. I can tell when she's up to something. Don't talk about Elpis that way. She's not manipulative. She's passionate. So you do care for her then? You don't talk about Elpis like you love her. And you're not speaking of her as if you're merely her casual acquaintance. Elpis makes great points about improving the lives of humans in Atlantis. I support her cause. Why don't you? She should support me. Atlas, stop! You betrayed me. You used knowledge I told you in confidence for your own political gain. It was for Atlantis. I don't want to be your weakness anymore. I can help you, Atlas. Lies! You used me! Wait, don't! This is your fault! The Castis wasn't enough, huh? You had to steal away my father's love, turn Elpis against me! You want to rule my Dharma, too! No! It had nothing to do with that! Traitor! You're no longer welcome here! Guards! I need to get out of here. Zij is dus gewoon overleden. En dit is fout gegaan, basically. Dus we gaan het terugladen. Dat is precies waarom ik dat soort snelle opslagdingen maak. Om te kijken wat de andere dialoogopties zijn. I could trick Atlas into... Are we not... Elpis wouldn't have anything to do with why you were sneaking around the Adamant Metallon, would she? I don't know what you're talking about. I'm sure by now Elpis has told you about the nature of our relationship. She's hardly as discreet as I'd like her to be. What business do you have with her? What? Is Elpis not allowed to have friends? Of course she can have friends. But I suspect there's more going on here. You have nothing to worry about, Atlas. I have no schemes against you. Maybe you don't play games, but Elpis lives for them. I can tell when she's up to something. Don't talk about Elpis that way. She's not manipulative. She's passionate. So you do care for her then? You don't talk about Elpis like you love her. And you're not speaking of her as if you're merely her casual acquaintance. The truth is, Elpis and I are in love. What? What? What have you done? I'm not weak anymore, Atlas. I can rule Atlantis at your side. This is your doing. You're trying to revolt against the Isu with hybrids. No! What did you do? I didn't mean to. He was going to kill you.
Die gast. Ah, it seems my brother finally got his due. Is this your judgment, Dicastis? I killed Atlas. It wasn't my intention. You hoped to rule by his side to ease the conflict between humans and Isu. He wasn't as supportive of my dreams as I would have hoped. I support you. You can assume his role as you see fit. I will handle Poseidon and my brothers. Thank you, Azais. You can't be more corrupt than Atlas. An Atlantis can't fear progress if it hopes to pass this cycle. Atlantean politics are even more dramatic than in the Greek world. What will you do now? I'm not the first Atlantean ruler to take power by force. If the Isu can do it, why not me? Still, I didn't want to start my reign this way. You started your reign by saving my life. Normally, I do the saving. I wouldn't have it any other way. Thank you, Dicastis. Oei. Lekker bezig, Alexiosi. Het bloed gaat in je ogen zitten. Wat ben ik toch godverdomme dankbaar dat ik zo'n speler ben. Dat ik van tevoren aanvoel dat er een belangrijke keuze komt. En dat ik denk, Denna, dit is zo'n moment om eventjes op te slaan, pik. Want je zag het, ik had het echt niet gewild dat zij doodging en Atlas hier nog had gestaan. Het is nu perfect te gaan. Plus ik heb een kusje gehad van een of andere hybride. Half mens, half Isu. Dat worden wilde nachten in bed. Een van de volgende dingen die ik wil doen is... Alpice will make a better ruler than Atlas. She certainly can't do any worse. Dat is een ding wat zeker is, ouwe rukker. Nee, ik zie zo'n groot driehoekje op mijn radar staan, daarbovenin. 260 meter, daar wil ik eigenlijk zo snel mogelijk naartoe rennen. Om te kijken... wat er is daar. Basically. En ik wil natuurlijk eventjes dit best wel belangrijke iets opslaan. En daarnaast, voor mijn gevoel, heb ik al dusdanig veel story gedaan. Nu ook dat hele gedoe met Elpis en Atlas en zo. En het gaat, zeg maar, de politiek van Atlas gaat me net even wat te snel voor mijn gevoel. Dus ik ga even een break nemen. En ik ga, denk ik, de inzichten van de bewaarder verzamelen. En ik ga... Top, Isu-kennis erbij. Dus ik ga mijn Isu-kennis levelen. Ik ga inzichten van de bewaarder verzamelen. En ik ga dat panzer... verzamelen. En daarna laat ik het verhaal wel weer verder gaan. Dus we hebben deze opslag nu gemaakt. En nu ga ik me eventjes met andere dingen bezighouden in Atlantis. Ik wilde bijna zeggen in Atlas. Wow. Het is me allemaal net wat te snel gegaan. En ik vond het wel vet daar niet van, maar... Ik ben heel erg blij met deze uitkomst van Elpis. Dus zelfs een goed einde van deze quest, terwijl je zag hoe fout het kon gaan. Dat is ook zo leuk... Als je de game goed opslaat, dat je dan eigenlijk beide kanten laat zien. Dat valt me heel erg op. Je laat namelijk zien hoe het slechte einde is. Namelijk dat Elpis dood zou gaan. En we laten zien hoe het goede einde is. Elpis aan de macht en Atlas dood. Hey, wat is dit? Oh, wat ziek. Kijk, hier is ook een adamantstaaf. Kijk, dat is dit plekje. Maar goed, je laat dus de verschillende manieren zien. En ik ben alleen maar blij met zo'n goed einde van zo'n missie. Zodat ik met een gerust hart verder met de game kan gaan. De staf kan upgraden, adamantstaven kan verzamelen. En het panzer kan verzamelen. En Isu-kennis kan verzamelen. Don't want to be caught here. Ik sloop een fakkel, maar er blijven
gasten wel gewoon tukken daar. Oh man, ik ben echt blij met de uitkomst van net, man. Dat laat me echt zoveel chiller spelen. Hoe kut zou het zijn als Elpis doodging, man? En nou heb ik zelfs een kussie van haar gekregen. Nou gaat het waarschijnlijk echt een goed einde opleveren. Ik denk dat Poseidon hier ook veel blijer mee is. Gerechtigheid is zoveel mooier dan corruptie. En zeker in zo'n paradijs als dit. Echt jongen, de muziek in deze game is ook echt wel goed eigenlijk. Dat wordt onderschat misschien, maar hoor deze sfeermuziek nou. Ik heb het idee dat er zoveel meer guards zijn. De Isu-kennis gaat ook wel snel op deze manier. Dit is nog een adamantstaaf ergens en Isu data opslag. Dat is echt zo'n speciale kist. Ik zal even wat beter moeten rondkijken, denk ik, daarvoor. Hier kom ik binnen, right? Ja. Ah. Ik denk dat hier de adamantstaaf is. Yep. Nog meer kennis. Volgens mij hoor ik het. Ik heb het gevonden, volgens mij. Zo, er is echt aardig wat kennis te vinden hier, jongens. Oké, het is... Eventjes teruglopen. Ik pak alles op. Ik moet natuurlijk wel alles plunderen ook. Nou, ik moet niet, maar... Het levert veel op. Hier is het. Kijk maar. Nice. Lekker bezig. We zitten op level 1,5 ongeveer, wat betreft Isu-kennis. En het gaat van 1 tot 3, dus 1,5 is al best ver. En nou wil ik me verder gaan focussen op de Doma's. Dat zijn de forten van Atlantis. En ik wil me gaan focussen op de inzichten van de bewaarder, wat ik al zei. Hier. De Doma's. En als je dan kijkt bij de missies, dan staat erbij... Dat de panzerstukken, zeg maar, liggen verspreid over de Doma's. En ze worden gedragen door de Polmarchen. Dus... Met deze in beeld. En met dit dan. Zo moet je het zien. In de buurt. Dit is ook een Doma trouwens, maar daar was alleen een kapitein. Ik denk echt dat het deze versterkte zijn in de buitenste ring.
Daar zouden we waarschijnlijk wel... Oh, ik kan hier ook meteen naar links. Hier is hoogstwaarschijnlijk ook een doma. Dus deze heb ik al ontdekt, maar hier ben ik dichterbij. We gaan er gewoon op af en we gaan kijken wat we daaraan treffen. Het zijn, als het goed is, grote forten. En ik ben trouwens al best wel een tijdje bezig met deze episode. Moet ik niet vergeten. Dus dat fort, zo'n doma, is het laatste wat ik doe deze aflevering. En dan gaan we in de volgende aflevering... Wow, ik zie hier een heel mooi beeld. Achter zo'n coole energiewall met water erachter. Dat ziet er zo mooi uit. Maar goed, dan gaan we in de volgende aflevering ook verder met de inzichten van de bewaarder. Want dat gaat natuurlijk ook weer vaardigheids-upgrades vrijspelen. Moeten we ook niet vergeten. Dus ik heb al allemaal skills. Waar hang ik nou weer aan? Hoppa. Ik heb al allemaal skills, maar die vaardigheidsverbeteringen, dat is natuurlijk ook wel tof. Ik ben wel benieuwd naar die van Atlantis. Plus, het is een win-win, want we kunnen daar de rest van de DLC dan ook nog mee spelen. Dan kunnen we er tenminste gebruik van maken, van die vaardigheidsverbeteringen. In plaats van dat je ze bijvoorbeeld aan het einde doet en dat je dan denkt, ja hallo, ik heb het nu net helemaal geüpgrade. En dan is de DLC klaar. Ah, dit zijn grote forten, hoor. En dat betekent trouwens ook, hè, dat ik nu al 2 van de 3 adamantstaven heb. Dat is ook wel goeie. Kijk hoe mooi dit is gemaakt, jongen. Kijk, hier heb je de fakkels, de polemarch, et cetera. Hier, dat is hem toevallig. Dat is een polemarch. Commandant, dat is geen polemarch. Zie, het is gewoon een win-win, want je verzamelt hier ook zoveel data. Dat is een polemarch. Je verzamelt zoveel data over de ISU. Die ISU-technologie kan je allemaal scannen. Dus het is een win-win om eventjes die doma's af te ronden. En daar sowieso ook de volgende aflevering mee aan de slag te gaan. Inclusief de inzichten. Nou, ik ga er maar gewoon in. En als we er eenmaal in zijn, dan zien we vanzelf wel hoe we het kunnen afronden. Maar het is een versterkte doma. Het is niet zomaar een fortje. Dus ik wil het ook niet onderschatten. Misschien... Hey. Misschien is het slim om dit te doen. Zie je, het is niet zo groot. Er is niet zoveel. They'll keep a sharp watch here. Dit was natuurlijk niet de bedoeling, het komt alleen maar omdat ik aan het randje hing. Het is zo alleen maar omdat ik verkeerd aan het randje hing, heeft de rest van het fort gewoon paniek. Top. Goed opgelost uiteindelijk.
Daar is die palmorts, die kunnen we ook lekker stealth killen natuurlijk zo. Oh jee, komt er nog één. Oké, nou ja, om eerlijk te zijn, had het een stuk soepeler kunnen gaan. Als je beseft dat het eigenlijk al fout ging op het moment dat ik werd gespot toen ik aan het randje hing. Eventjes de dood bevestigen, krijg ik zijn panzer. Yes. En er is hier gek genoeg daar nog een schat, maar die telt niet mee voor het fort. Het gaat alleen om de ISU-data. Ook apart. Het was sterk hoor al. Zo vreemd dat mijn assassin build nu gewoon überhaupt het sterkste is. Want het is een combinatie tussen hoge jagerschade, krijgerschade en assassijnschade. Oké, afgerond en een schat die blijkbaar niet bij de Doma hoort. Top, dus we hebben nu deze Doma ook afgerond en daarmee een panzertje bemachtigd. Wat is een van de Atlantis hoofdstukken en natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van deze hele uitbreiding. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering 122. Ik hoop dat jullie hebben genoten en er de volgende episode weer bij zijn. Thanks voor het kijken, het liken, laat een leuke reactie achter jongens en tot de volgende.